Hoi en leuk dat je kijkt naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Manon en vandaag wil ik een shopvlog opnemen. Wat ik allemaal gekocht heb, want ik ben even naar het winkelen geweest. En ik ben bij de Normal geweest. In elk geval zo'n nieuwe Deense winkel volgens mij, zo heet dat. Daar heb ik deze banana shampoo gekocht. Zo lekker. En een conditioner erbij. En nog een haarmasker. Die ruiken zo lekker, hè. Het is echt super goed voor je haar. Het is niet echt zo'n overdreven zoete geur of zo. Maar ja, het is lekker. En deze nog, ook een haarmasker. Aloe vera. Oeh, die ruikt ook zo lekker. Heerlijk. Nou, en dan laat je er dan even zien. 3 minuten kan dat. En dan was je dat weer uit. Heerlijk. Dus, want ik heb krulletjes. Dus ja, daarvoor is dat gewoon heel goed. Maar het kan ook gewoon voor stijl, haar en zo. Dat maakt niet zoveel uit. En ik ben nog bij de Kruidvat geweest. Daar heb ik de Tommy Girl opgehaald. Parfum. Oh, ook zo lekker. En dan heb ik deze ook gekocht. De Bambi. Bambi Oversized Eye. Nou, die heb ik nu ook op. En die is ja, super goed. Echt fantastisch. Oh ja, en bij de Normaal heb ik ook nog deze gekocht. En dit is oogschaduw. Van allerlei kleurtjes. Ik vind die leuk. Maar ja, ik heb hem eigenlijk alleen maar gekocht omdat het doosje roze was. En ik hou van roze. Dus, maar goed, er zitten ook leuke kleurtjes in voor oogschaduw. Dus ja, die ga ik nog een keer proberen. Die heb ik nou niet op. Oh ja, en deze. Maar die heb ik bij de Ethos weg. Lippenstift. Dit is rood. En ik hou van rode lippenstift. Vind ik leuk. Ja, dat kun je ook wel zien. En deze heb ik ook bij Normaal weg. Alleen al om dit. Super en super leuk. Ja. Ik zal hem er even uit dan. Dan kunnen jullie hem even zien. Als ik hem los krijg. En daar kun je je poedertje mee doen. Ik doe daar gewoon ja, mijn poeder ook mee. Ja. Even zien. Kijk nou. Ja, super leuk. Ja. Nou ja, die wil toch iedereen? Oh ja, ik ben trouwens niet gesponsord voor dit allemaal of zo hoor. Ik heb gewoon zelf gekocht. Maar ik maak reclame voor hun. Ik ben nog bij de Easy Paris XL geweest. Daar heb ik Alien gekocht. Oh, dat is mijn lievelingsgeur. Die ziet er zo uit. Is een beetje wat zoete geur. Heerlijk. En ik heb daar ook Kenzo gekocht. Een kleintje. En die ruikt ook heerlijk. Lekker. En daar heb ik nog een testetje bij gekregen. Paco Rabanne. Ook lekker. Niet zo mijn ding, maar wel lekker. En ik heb nog Janssen gekocht. Een shower gel. Vanille. En peach. En happiness. Nou, voor die happiness ging ik. Ja, toen was ik over. Nee, deze ruikt ook heel erg lekker. Ja, en dat was het. Ja, dat wou ik graag met jullie delen. En ik heb nog wat pakketjes gekregen. Net van Shein. Daar heb ik wat kleren besteld. Dat zal ik jullie...
Dit is jurk nummer 1. Kijk dan, hoe leuk. Ik ben helemaal gek van kant. Maar dit komt dus bij de zijweg. Dit is de achterkant. En dit is de voorkant. En hij zit eigenlijk heel goed. Hij is ook best wel lang. Ja, ik vind het leuk. Nu gaan we door voor ronde 2. Ronde 2. En dit is een truitje. Zo zit hij. Met Queen erop. En een legging. En die kunnen jullie zo niet zien. Dit is die legging. Kijk, er zitten allemaal ribbeltjes. Leuk, hè? Ja, en die zit ook goed. Dan gaan we nu door voor ronde 3. En dit is ronde 3, toch? Ja. Kijk, legging. Heel leuk. Met allemaal kant. Ja, dat shirtje had ik al. Maar dit is die legging. En met een leuk jurkje erop. En dan ben je klaar. Oh, waarom word je wazig? Ja. Nou, dat was het. Leuk. En dat waren kleren bij Zijnweg. Dat is een Amerikaanse site. Amerikaans volgens mij, ja. En ja, die app kun je gewoon downloaden op je telefoon en dan kun je kleren bestellen. Het is ook niet zo gek duur of zo. Dus, nou, en die hebben hele leuke kleren. Tenminste, ja, ik hou er wel van. Dus, en inderdaad, dan zie je wel hier en daar zie je wel een vet bobbeltje bij mij. Een vet bobbel, ja. Maar ja, dat maakt mij eigenlijk helemaal niks uit. Ja, take it or leave it. Zeg ik altijd. Bedankt voor het kijken allemaal. En ja, als je nou meer shoplogs wil zien. Ja, want zo noemen ze dat. Weet ik veel. Shopvlogs vind ik gewoon. Maar als je dat nou vaker wil zien. Laat het dan even weten. En geef even een duimpje. Als je dit ook een leuke video vond. Tot de volgende keer. Doei!